Welkom bij een nieuwe video van Gaming Generations. Deze keer gaan we op zoek naar een secret achievement van Gears of War 3. Bij deze achievement mag je geen Ash People raken. Dus dat bedoel ik mee deze mensen die je in deze missie ziet. Deze chapter heet Ashes to Ashes. Dit is de map. Okay. Dit is de map waar je in de stad zit waar de Hammer of Dawn is toegeslagen. Zoals je kan zien ben ik de Ash Peoples aan het vermijden, dus het is noodzakelijk dat je deze niet raakt tot in het kwart van de map. Het is niet zo moeilijk, maar ik geef jullie wel een hint dat deze is makkelijkst te halen op casual. Deze is ook op casual, maar je moet dus oppassen wat je doet. Op sommige stukken kan je verschieten dat er een Ashman staat. Je mag er letterlijk geen een raken. En als je alles goed hebt gedaan, zou je normaal gezien hierin kunnen gaan. En na dit, als de deur open gaat, zou je normaal gezien een achievement moeten krijgen van 5 gold. Ik heb die al en ik zal jullie die eens laten tonen. Voilà. Dit is de achievement die jullie krijgen voor geen asmensen aan te raken.